Ébloui de Dieu, op de nacht werd ik betoverd door God. En dan schrijft ze heel mooi, maar toen ik knielde, ervaarde ik dat God mij kwam vinden. En dat ik hem niet moest zoeken, maar dat hij op zoek was naar mij. Kom ik in een situatie terecht waar ik christenen ondereen, het vanzelfsprekend wordt om te geloven, en ik eigenlijk weinig contact heb met mensen die van een ander geloof zijn of die niet geloven, ja, dan dreigt mijn geloof aan spieratrofie te leiden. Dan train ik het niet meer. Ze gebruikt een prachtig beeld daarvoor. Hè. Dat is van christenen ondereen, zegt ze. Dat zijn precies soldaten die in vredestijd in de kazerne zich oefenen. Maar ze doen voortdurend alsof ze zich klaarmaken voor de strijd. Maar er is geen strijd. En dus zegt ze aan de binnenkant van de kazerne, ze kruipen over de muur en ze klimmen op een touw, maar eigenlijk is het maar om te spelen. En dus wat ze verliezen is de scherpte en de ernst van de zaak. Terwijl zegt ze, als je buiten de kazerne komt en je ontmoet mensen die je geloof niet delen en ze spreken je erop aan. En ze zeggen, waarom zou je vandaag in deze cultuur geloven? Dan staan ze met de mond vol tanden, want ze hebben eigenlijk niet echt getraind. En ze zegt, vandaar, wat doet mij aan denken aan Paulus Franciscus, vandaar, je moet naar buiten. En je moet het contact zoeken en de ontmoeting zoeken met mensen die niet hun geloof delen. Want dan ontdek je pas in die ontmoeting hoe essentieel de verkondiging is. Niet om de ander te overtuigen, dat is nooit aan de orde, maar om bij jezelf te beseffen, ja, als ik die ontmoeting niet heb, dan verdampt mijn geloof. Zeer levenslustig, zeer veel humor, maar ik zou ook zeggen, zeer, zeer, zeer vurig. En te vergelijken met een bundeltje droog hout, als je daar een lucifer aan steekt, dan neemt direct een grote vlam en brandt heel snel, maar brandt ook af en toe op. Verschillende keren in haar leven heeft ze moeten gas terugnemen, 3-4 maanden weg uit Parijs, tot rust komen en dan weer met een ongetemde overgave er weer in vliegen.